Hey, hallo allemaal. Even kijken of ik alles goed heb staan. Mijn microfoon, ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Ontzettend gezellig dat we weer samen gaan tekenen. Ik heb er onwijs veel zin in. Als jullie dan. Zo, er komt even een onweersbui over hier, geloof ik. Nou, wat een timing weer. In ieder geval. Als jullie even zouden willen aangeven of het geluid goed is en of het beeld goed is, dan kan ik in ieder geval aan de slag gaan met jullie. En dan hoop ik dat het onweer een beetje gaat liggen zo meteen. Heb ik weer. Even kijken naar wat jullie allemaal zeggen. Even allemaal hoi zeggen natuurlijk. Hoi Thea, hoi Ellen. Ik zie Annemijn of Aniek. Het zou alle twee kunnen. Esther, heel goed hoor en zichtbaar. Kijk, super tof dat jullie even feedback geven. Dankjewel. Nou ja, zoals jullie het al gaan zien, gaan we vandaag heerlijke bloemen tekenen. Nou ja, niet alle bloemen, want daar hebben we natuurlijk niet de tijd voor. Maar we gaan ons richten op het viooltje vandaag. Die andere bloemen, die zou je eventueel ook kunnen leren tekenen bij mij. Maar dat is natuurlijk voor de lessenreeks die ik bij deze ook nog even in het zonnetje wil zetten. Want het wordt natuurlijk weer een onwijs toffe lessenreeks. Even kijken. Ja, Leonie, hier in Sittard ook. Nou ja, dat ligt natuurlijk 5 minuten hier vandaan, inderdaad. Dus ja, onweer. Dat zul je net hebben. Oh jee, het gaat nou echt goed te keer. Nou, mocht ik niet goed te verstaan zijn, geef gerust een gil, hè. Wel wat harder, want misschien hoor ik jullie niet. En dan kan ik de microfoon nog een beetje harder zetten als het niet gaat. Goed, wat ik aan het vertellen was, ik word helemaal afgeleid door die onweer. We gaan verder met of beginnen met het tekenen van het viooltje. En ik gebruik vandaag eigenlijk hetzelfde papier als ik hier gebruik. Dat is het papier van My Artbook. Is gerecycled papier. Is onwijs fijn om te gebruiken met kleurpotloden, omdat je dan natuurlijk heel mooi die knallende kleuren op het papier krijgt. Je zou ook natuurlijk gewoon wit papier kunnen gebruiken of ander kleurpapier, zoals bijvoorbeeld het paint-on papier van in de verschillende kleuren blauw en groen die ze hebben. Ik hoop niet dat er iemand bang is voor onweer. Het klinkt inderdaad best een beetje heftig, Esther. Oh jee. Nou ja, goed. Ik ga mijn potloden erbij pakken. Ik ga proberen een beetje harder te praten. Nou ja, de potloden die had ik al in de beschrijving gezet. Ik zal ze nog heel even opnoemen voor degenen die ze nog snel klaar moeten leggen. Ik ga gebruik maken van de zwart 199, de wit de 101, de 140 de Light Ultramarine, de 105 dat is de Light Cadmium Yellow. De 168, de Earth Green Yellowish. Dan hebben we nog de 165, dat is de Juniper Green. Dan de 120, de Ultramarine. De 247, de Indantrene Blue, met die mooie naam. De 249, de Mauve. En dan de 138, de Violet. Even kijken, dan hebben we de 134 Crimson en dan nog als laatste de 127, de Pink Carmine. Nou, mocht je natuurlijk niet deze kleuren bij de hand hebben, is dat helemaal geen probleem, want je kan ook gewoon soortgelijke kleuren uitkiezen. Dan kom je op hetzelfde resultaat uit. Even kijken, ja, pastelmat is ook een hele prima optie. Sterker nog, is zelfs een van mijn favorieten. Papieren om te gebruiken met kleurpotloden. Dus ik zou zeker zeggen, ga je gang met pastelmat. Dat wordt onwijs mooi. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Goed, ik ga wat harder praten. Ik ga mijn referentie tekening, zeg ik dan maar even, een beetje in het hoekje leggen. Zodat jullie die ook in ieder geval goed kunnen bekijken. En dan pak ik in dit geval de Light Ultramarine erbij. Dat is die 140. En dan ga ik daarmee de schets opzetten. Nou, ik ga natuurlijk niet het hele blad gebruiken voor die tekening te maken. Want hoe groter die tekening wordt, hoe meer tijd je nodig hebt om die tekening helemaal vol te kleuren. En dan zijn we over een paar uurtjes nog wel zoet aan het kleuren. Dus dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik ga hem iets kleiner tekenen. Maar ik zal in ieder geval goed kunnen inzoomen om het heel mooi voor jullie zichtbaar te laten zien. Goed. Ik ga beginnen. Doen jullie gezellig mee? Even kijken.
Ik begin eigenlijk met het opzetten van een klein rondje. Ik hoop dat het voor jullie goed zichtbaar is. Mocht het niet goed zichtbaar zijn, geef een gilletje. Ik kan altijd nog een andere kleur gebruiken. En dat kleine rondje is eigenlijk het middelpunt van die hele tekening. Het middelpunt van het viooltje. En vanuit daar ga ik die bloem schetsen. Nou, je ziet dat het viooltje bestaat uit een aantal bloemblaadjes. Die eerste drie zitten op de voorgrond. En dan heb ik er nog twee op de achtergrond zitten. Nou, om het gemakkelijk te maken ga ik dus eerst die twee blaadjes op de voorgrond tekenen. En dan die voorste. En als laatste dan die achterste twee blaadjes. Even kijken. Af en toe ga ik nog heel even in de chat kijken of jullie wat vertellen. Dus nou ja, als ik af en toe stil ben, dan weten jullie dat ik even een speaker ben of ik niet iets mis. Want als jullie natuurlijk vragen hebben, dan hoor ik het graag. Ik ga beginnen met het rechterblaadje. En dat rechterblaadje dat valt hier een beetje over dat rondje heen. Een heel klein beetje maar. Maar dat is net genoeg om dat mooi te gaan tekenen. En dat teken ik een beetje zo omhoog. En ik wil eigenlijk dat dat een beetje een soort van driehoeksverhouding wordt. Dus je hebt een linkerblaadje, een rechterblaadje en het blaadje onderaan. Dus ik probeer die een beetje te verdelen. En dan hoek ik ze een beetje mooi af. Kijk, ik hou mijn tekening natuurlijk als referentiefoto aan. Maar je kan natuurlijk zelf een beetje die bloemblaadjes vormgeven, mocht je een andere vorm willen. Nou, wat gezellig zo met die onweer, hè? Het maakt het wel gezellig zo op de stream. Jongen, jongen. Hey, hoi Marlies. Wat leuk dat je er ook wel bij bent. Superleuk. Nou goed, ik heb alvast één blaadje getekend. Je ziet, het is een beetje een ander blaadje geworden als hier op mijn referentietekening. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, want ieder bloemblaadje is natuurlijk anders. Even kijken, dan ga ik vervolgens die linker... dat linkerbloemblaadje tekenen. En ook dat blaadje valt een beetje over dat rondje heen. En die raakt dat andere bloemblaadje een beetje aan. Nou, ik wil hem wat schuiner gaan tekenen om het toch ook een beetje speels te houden. Dus ik teken hem iets meer uit elkaar. En ook de uiteindes van het bloemblaadje ga ik een beetje een beweging in tekenen. Dus ik ga er een beetje een boogje in maken. En je zult zien, dat blaadje dat hangt natuurlijk een beetje naar beneden op die referentiefoto. Ga ik hier ook proberen te doen. Alleen valt dit stukje zo meteen weg, omdat daar nog het voorste blaadje overheen komt. Maar ik teken hem nu wel heel even, gewoon voor het gemak. Nou, dat zie je trouwens ook al op dat rechter, bij dat rechterblad. Dus die teken ik ook nog een beetje door naar onder. Nou, zo te horen is het buiten alweer rustig geworden. Hoera! We kunnen tenminste ongestoord verder gaan. Even kijken. Nou, dan heb ik twee blaadjes op papier staan. Ik moet trouwens even kijken of ik niet met mijn hoofd ervoor sta. Want ik heb een nieuwe camera aangeschaft voor een veel betere kwaliteit. En dat wil nog wel eens gebeuren dat ik misschien met mijn hoofd voor het beeld zit. Maar goed, we zullen zien. Nou, dan ga ik dus het onderste blaadje tekenen. En eigenlijk, ja, zie je dat heel goed hier op die referentiefoto. Dat onderste blaadje, dat past perfect over dat witte ovaaltje, zeg maar. Wat je hier ziet, en hier rechts ook, dat gaat er precies zo langs. Nou, dat witte ovaaltje, dat zit natuurlijk aan dat rondje hier zo vast. Aan de rechterkant ook. Ik teken hem even voor het gemak voor jullie. En je ziet dat ovaaltje... zorg ervoor dat je precies weet hoe dat blaadje zal gaan lopen. Dus die gaat er precies langs af. En ook aan de andere kant. En zo maak ik dus die tekening. En ook dit blad maak ik dan nog een beetje in de vorm zoals ik hem mooi vind. Ik merk dat ik de tekening toch best nog groot aan het tekenen ben. Dus ik denk dat ik misschien nog wat harder aan de slag moet gaan, zo meteen met kleuren. Maar goed, als we in ieder geval al de eerste opzet hebben, dan gaat dat helemaal goed komen. Nou, dan is het altijd even tijd om te fatsoeneren, zeg ik altijd. En dat is eigenlijk gewoon kijken, goh, zijn die drie blaadjes een beetje in verhouding?
Nou, ik zie dat dit onderste blad vrij groot is ten opzichte van het linker en het rechterblad. Dus ik wil dat linkerblad een heel klein beetje groter maken, want ja, waarom ook niet? We hoeven ons gelukkig niet binnen een uur te houden. Mocht het wat uitlopen, dan is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. En dat doe ik dus ook even met het rechterblad. Ook dat blad maak ik een heel klein beetje breder en wat speelser door er niet zo'n heel rond blad van te maken, maar een beetje wat hoekjes en wat boogjes aan te maken. Nou, je ziet hier gaan die blaadjes zich elkaar overlappen. Nou, dan kun je ervoor kiezen om het uit te gummen. Je kunt ervoor kiezen om het te laten staan, want in de tekening zelf, of in het kleurwerk zelf, zie je het zo meteen helemaal niet meer. Maar voor het gemak van jullie wil ik het heel even weggummen. Je ziet, ik schets dus ook met kleurpotloden, hè? Want eigenlijk kun je met kleurpotloden heel goed schetsen, omdat het ook gewoon goed uit te gummen is. Mits je dus gewoon niet te hard op je kleurpotlood duwt natuurlijk. En waarom kleur ik, of schets ik altijd met kleurpotloden? Dat is natuurlijk omdat ik zo meteen ook met kleurpotloden ga inkleuren. En als ik het dus met grafietpotloden had geschetst, dan, ja, dan die grafiet en kleurpotlood gaat nooit zo lekker samen. Dan zie je die streepjes altijd, ja, er doorheen komen, zeg maar. Even kijken. De nieuwe kamer heeft moeite met scherpstellen, echt? Want ik heb hem als het goed is zo ingesteld dat hij scherp stelt op mijn tekening en niet op mijn handen of mijn gezwaai met mijn handen. Ik zal een beetje rustiger doen. Even kijken. Goed, nou dan gaan we vervolgens verder met het blaadje helemaal achteraan. En dat blaadje dat springt er mooi bovenuit. Dus dan... Daar zit ook hier en daar zo'n hoekje aan, wat het weer heel speels maakt, dus die houd ik daar zeker in. Zo. En dan helemaal aan de linkerkant zit er natuurlijk nog een stukje blad. En ook dat wil ik nog even een beetje erin tekenen. En dan heb je een heel speels viooltje. Maar het hoort natuurlijk nog echt mooi als je zo meteen met kleur aan de slag gaat. Nou, die witte ovaaltjes die had ik al getekend. Ik ga ze nog even wat dikker aanzetten voor het goed op beeld te krijgen. En als je kijkt naar de structuur van het viooltje. Het is natuurlijk niet... even kijken, Mark. Kijk, Mark is... ook aan het kijken. En die gaat dan mij even tips geven waar ik moet kijken. Kijk even bij de YouTube instellingen of de kwaliteit maximaal staat. Daar ga je mij wat vragen, hè? Echt waar. Nou ja, ik zie hier dat de streamstatus uitstekend is. Dus waarschijnlijk zou het dan goed moeten zijn. Maar in ieder geval, ik zal het meenemen voor de volgende live. Dat ik het nog even goed ga aankijken, instellen enzovoort. Zo leren we steeds weer wat bij, hè? Even kijken. Het viooltje waar ik mee bezig was te vertellen is dat het natuurlijk niet één glad bloemblaadje is wat je steeds ziet. Volgens mij niets mis met het beeld. Nou ja, we zullen het zien. Ja, leuk die techniek, hè? Oh, ontzettend. Ach, dat houdt je bezig, hè? In ieder geval, je ziet in dat bloemblaadje eigenlijk een soort patroon ontstaan. Ik zeg altijd, het is een soort klavertje 4 als je kijkt. Dat witte gedeelte, dat heeft eigenlijk een bepaald structuurtje. Het heeft een beetje het vormpje van een klavertje 4 als je het zo door zou trekken. Dat wil ik dus eigenlijk ook hier in deze tekening houden. Dus ik zet hier alvast een eerste boogje. Toch nog een donder om het af te leren, zullen we dan maar zeggen. Een tweede boogje. Een derde boogje. En een vierde boogje. Het hoeft allemaal niet perfect, hè? En die boogjes die gaan we natuurlijk uitwerken, hè? Want je ziet hier ook niet echt perfect een boogje, maar je ziet echt een beetje die hoekjes erin. Dus zometeen gaan we dit streepje zetten om echt die structuur erin te krijgen. Maar dan hebben we in ieder geval het belangrijkste op papier staan.
Dat is dat witte gedeelte, die witte ovaaltjes, het middelste stukje. Even kijken, missen we dan nog iets? Ja, we missen wel nog iets en dat is namelijk dat gele gedeelte. En dat gele gedeelte, ja, dat is eigenlijk ook het middelste gedeelte van die bloem. Ik geef het ook even aan met een klein boogje. Want ook dat gaan we zo meteen met inkleuren strepen techniek zeg maar toepassen. Zodat dat zo mooi hoekig gaat zijn. Oh, tip voor de kijkers. Nou, ook prima. Goed. Ik denk dat ik het eens ga proberen in te kleuren. Mocht ik nog hier en daar iets vergeten zijn. Oh, trouwens, even een gummetje erbij pakken om die extra lijn hier even weg te gummen. Omdat ik die blaadjes wat groter gemaakt had. Dat is net wat makkelijker met kleuren zo meteen. Zo. Wat leuk trouwens dat er zoveel mensen aan het kijken zijn. Echt, ik word er helemaal blij van. Superleuk. Nou, je ziet het viooltje, dat is op camera vrij paars. Het is een beetje blauw-paarsig, zal ik maar zeggen. Wat ik als eerste ga doen, klinkt misschien gek. Maar ik ga niet met paars of met blauw aan de slag. Ik ga aan de slag met wit. Nou, waarom wit? Wit is namelijk eigenlijk een van de hoofdkleuren in deze tekening. Want je ziet gewoon heel veel hele felle witte vlakken. Voornamelijk dus hier zo, hè, in dat klavertje 4, zal ik maar even blijven zeggen. Maar ook voornamelijk hier bovenin, bij dat bovenste blad, daar zie je gewoon heel veel highlights van die bloem. En als je dus eerst gaat kleuren met paars en met blauw, maakt het al een stuk lastiger om die highlights erin te krijgen. Dus vooral die allerwitste gedeeltes, hier in het midden, die wil ik alvast vastzetten, zodat je daar al niet meer met blauw of paars overheen gaat zo meteen. Dus ik begin gewoon eens met het linkerblad. Nou, ik ga als eerste dat ovaaltje even kleuren. En je mag gerust een beetje harder op die potloden duwen als je toch weet, ah, dit is voornamelijk een wit gedeelte en er komt niet zo heel veel meer kleur erbij. Dus dat ga ik nu ook doen. En vanuit daar ga ik die witte streepjes zetten. Ik gebruik eigenlijk een beetje een strepige techniek. Door de vorm van dat blad, dat bloemblad, te gaan aanhouden. De ene keer laat ik dat wit een beetje meer naar het ovaaltje toe komen. En de andere keer wat minder. En daardoor creëer je dus die structuur van dat blauwe ertussen zo meteen. En dat zie je dadelijk natuurlijk veel beter als je dus met blauw ook daadwerkelijk eroverheen gaat kleuren of ertussen gaat kleuren. Maar om dus alvast dat witte te blokkeren, ga ik hier nu al echt even een goede laag wit aanbrengen. En je ziet, ik duw gerust wat harder al op het potlood. Dat is misschien echt een beetje wat je normaal nooit met kleurpotloden zou doen. Maar dit is dus puur om die witte accenten heel mooi wit te laten houden. Even kijken. Wat ik ook zie bijvoorbeeld is dat die lijn naar boven, dus de lijn van het bloemblaadje, ook behoorlijk wit is. Dus ik wil die ook een beetje alvast gaan accentueren. Het is niet helemaal wit, maar zo meteen met kleur kun je daar weer een lichtere nuance in aanbrengen. En ook heeft dat bloemblaadje aan de buitenkant wat lichtere gedeeltes. Ook die lichtere gedeeltes ga ik alvast een beetje erin zetten. En je ziet, ik probeer echt een beetje de vorm van dat bloemblaadje aan te houden. Ik ga dus van de buitenkant steeds kleuren naar de binnenkant. Even heel overdreven zo, maar dan zien jullie in ieder geval wat ik bedoel. Dus ik wijs eigenlijk altijd richting dat rondje. Nou, waarom natuurlijk? Omdat je dan meteen die strepen kunt creëren wat dat viooltje ook in dat bloemblaadje heeft. Nou, het eerste laagje aan de buitenkant ga ik natuurlijk wel niet heel dun, maar minder dik aanbrengen als het middelste gedeelte, want hier komt natuurlijk ook nog genoeg kleur overheen.
Nou, dan ga ik vervolgens hetzelfde doen ook aan het rechterbloembladje. Als we dan toch met wit bezig zijn, kunnen we dat net zo goed meteen even meepakken. Dus ik ga dat ovaaltje eerst inkleuren. En die ga ik al best wel een beetje dik aanzetten. Net als dat linker ovaaltje. En vanuit daar ga ik ook weer dat witte aanbrengen naar de bovenkant toe. Dus aan de zijkant, zeg maar. Maar ook daar dus waar dat blauwe tussen komt. En ook nu ga ik dus weer de vorm van het bloemblaadje aanhouden. Dus van de buitenkant wijzend naar de binnenkant, dus richting het ovaaltje. En je mag gerust nu weer wat meer kracht op dat potlood zetten. Om daar wat meer pigmenten in te zetten in dat papier. En gerust ook wat extra laagjes hoor. Zo. Nou, datzelfde ga ik natuurlijk ook bij dat blaadje doen als bij dit linkerblaadje. Ik ga hier en daar vanaf de buitenkant nog wat extra wit aanzetten. Omdat je daar natuurlijk ook die mooie highlights tussen ziet. Dat is natuurlijk wel een lichter laagje. Maar wel wit genoeg, zodat het lekker erdoor komt zo meteen. En ik zie dat ik aan de bovenkant ook wat witte highlights aan de rand heb zitten. Dus ook die ga ik even wat meer aanzetten. Nou, dan hebben we nog niet het alles gedaan natuurlijk met wit, want we gaan natuurlijk dat onderste blaadje doen, maar we zijn in ieder geval al heerlijk op weg. En bij dat onderste blaadje zie ik bijvoorbeeld die rand heel mooi wit, dus die ga ik ook harder aanzetten. Zo ook aan de rechterkant. En ik zie die rand ook bijvoorbeeld hier onderaan een beetje wit. Nou, waarom heb ik die wit gekleurd? Nou, dat is puur omdat ik getekend heb aan de hand van een referentiefoto. Die ik overigens niet meer kon terugvinden. Anders had ik hem in beeld geplaatst. Maar, en die referentiefoto had die specifieke kleuren in de rand. Dus vandaar dat die nu ook wit is. Nou, dan hebben we natuurlijk nog het witte gedeelte in het midden. Ook nu ga ik dus weer streepsgewijs wat structuur aanbrengen om daar wat wit in te krijgen, op een speelse manier. En ook nu ga ik weer het blad zelf volgen. En als je dan goed kijkt, dan zie je eigenlijk vanzelf al een beetje dat klavertje 4 in dat witte ontstaan, zeg maar. Dus je volgt hier dat boogje, hier, hier en hier. Oh, twee workshops tegelijk kijken, dat is wel next level, Marieke. Ik zag inderdaad dat Karen ook live was vandaag, wel super leuk. Ook een hele leuke illustratie. Zeker leuk om terug te kijken nog ook. Even kijken, nou, aan de onderkant ga ik ook hier en daar wat wit toepassen in dat blad. Het bloemblad. Een heel klein beetje. En dan ga ik alvast door naar de bovenkant. Of het bovenste blaadje. Daar zit natuurlijk best wel veel wit in dat blad. Dus ik ga hier ook streepsgewijs eigenlijk bijna tot beneden. Hier en daar wit tekenen. En dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier als ik dat klavertje, zeg maar, getekend heb. Door dus af en toe wat hoger te eindigen, af en toe wat lager te eindigen. Ik volg dus eigenlijk de lijn van buiten naar de binnenkant. En soms stop ik wat eerder. En soms ga ik door tot helemaal beneden. Zo krijg je dus ook meteen weer die structuur van dat bloemblaadje erin.
Nou, ook die randen van dat blad zijn natuurlijk wat witter, omdat het blad zelf ook een stuk lichter is dan de andere bladeren. Dus die randen ga ik ook heel even meepakken. Nou, inmiddels komt er ook nog een vliegtuig over. En over een minuut zal de kerkklok gaan. Dus we hebben zoveel gezelligheid vandaag op de stream. Jongen, jongen zeg. Ik kan er af en toe echt in een deuk om liggen als ik het dan terugkijk. Tenminste, als ik het terugkijk. Want ik vind het altijd heel raar om mezelf terug te kijken. Maar soms wel ook heel goed om, om even terug te kijken. Om te zien hoe het ging en zo. En natuurlijk om jullie feedback te horen, want dat is altijd heel fijn. In wat ik dan altijd kan meenemen voor de volgende lives. Zo, nou je ziet dus, ik heb dit blad best wel wat dikker aangezet dan die andere drie bladeren. En dat is natuurlijk omdat dit blad veel witter is. Kijk, daar komt de kerkklok. Geniet ervan. 8 slagen. Ik ga in de tussentijd verder met het hele achterste blad aan de linkerkant, wat voornamelijk aan de buitenkant wit is of een witte rand heeft. En ook hier zie ik duidelijk wat wit in het bloemblad zelf. Dus ook dat ga ik aanzetten met wit. En dan hebben we de witte gedeeltes al behoorlijk goed op papier staan. Neemt niet weg dat ik dat witte potlood zo meteen gerust nog wel wat vaker nodig ga hebben hoor. Wees maar niet bang, want ook dat witte gedeelte gaan we nog wat meer laten knallen. Maar dat knallen, dat gaat natuurlijk helemaal gebeuren bij het gebruik van andere kleurenpotloden. En dat gaan we nu doen. Even kijken, Ellen hoort geen van de bijgeluiden. Nou, tof. Oh, dat vind ik alleen maar fijn. Kijk, als ik er last van heb, is tot daar en toe. Als jullie er last van hebben, vind ik het toch weer een beetje vervelend. Maar goed, even kijken. We gaan verder met de kleur Light Ultramarine, een 140. Een hele mooie lichtblauwe kleur. En dus perfect eigenlijk als basis van, van dit viooltje. Je creëert daardoor al een hele mooie basislaag. Waardoor je zo meteen met de andere kleuren blauw en paars eigenlijk nog wel wat schaduw moet aanbrengen. Maar dan heb je wel al een heel mooi begin, zeg maar. Nou, ik begin bij het waar we net begonnen, bij het linkerbloemblaadje. Dus daar ga ik nu ook beginnen. En ik ga eigenlijk proberen die tussenruimtes alvast in te kleuren. Tussen dat witte in, hier zo. En ik neem ook gewoon het witte van het buitenste mee, want dat is natuurlijk niet helemaal wit. Maar gekleurd, of lichter blauw. Dus ik ga daar wel gewoon overheen. En ik begin natuurlijk met een dun laagje. Want hoe meer dunne laagjes je aanbrengt, hoe beter je kan blenden. Hoe mooier die overgang natuurlijk is. En je kunt natuurlijk heel veel kleuren in dat viooltje kwijt. Want je ziet niet alleen maar één kleur paars. Je ziet heel veel kleuren paars, heel veel kleuren blauw eigenlijk. Nou, vervolgens ga ik nog een tweede laagje aanbrengen. En ik breng alvast een beetje nuance aan door hier en daar weer wat dikker erop mij. Wat harder op mijn potlood te duwen. En die streepjes dus kort, lang te maken. Hè? En vooral bij dat witte gedeelte ga ik zorgen dat we die mooie pieken erin krijgen. Hier en daar wat dichter op elkaar, soms een grotere ruimte ertussen. Hoe speelser, ja, hoe mooier eigenlijk. Nou, dat is de eerste blauwe laag. Ik ga vervolgens weer verder met het rechterblad. Ook daar gaan we natuurlijk zo'n blauwe laag aanbrengen. Ik ga overigens gewoon per potlood steeds de hele bloem af. Want dan weet ik precies welke kleuren ik wanneer gebruikt heb. Omdat een viooltje natuurlijk bestaat uit
ja, dezelfde soort kleuren, is het natuurlijk wel handig om te weten hoe je tot een bepaalde kleur bent gekomen. Nu ben je nu met heel veel blauw en paars bezig. Maar bijvoorbeeld bij een wat ingewikkeldere illustratie, waar je meerdere kleuren gebruikt om tot een bepaalde toon te komen, ja, is het natuurlijk wel heel handig om dat ja, goed te onthouden. Nou, ik ben niet zo heel goed in onthouden, althans niet meer. Dus ik kleur heel graag dan meteen maar het hele bloemetje in. Het zou gek zijn als dit bloemetje heel mooi paars wordt en dat andere bloemetje net niet die kleur kan krijgen. Dus vandaar. Ook dit rechterblad ga ik dus nu weer invullen door die streepjes te zetten. Sommige wat langer, sommige wat korter. En ik ga natuurlijk weer bij dat witte heel goed kijken naar ja, die pieken erin te krijgen, zeg maar. Nou, dan ga ik door naar het onderste blad. En ook nu ga ik eigenlijk weer met dezelfde kleur precies hetzelfde doen. Ik maak strepen van de buitenkant naar de binnenkant. Sommige wat langer en sommige wat korter. Om die structuur alvast in te krijgen. Let op dat als je aan de randen gaat kleuren, dat je niet over die witte rand heen gaat. Want die willen we natuurlijk wel gewoon lekker wit houden. Des te witter die blijft, hoe meer die natuurlijk zo meteen gaat opvallen. Ook hier beneden komen natuurlijk die pieken erin. En je ziet hier bij die referentiefoto dat hier bijvoorbeeld een heel veel paars te zien is, waardoor dat witte onderbroken wordt. Dus dat ga ik hier ook doen in het midden. En nu zie je dus ook dat je over dat witte nog prima heen kan kleuren om dat witte zeg maar te doorbreken. Zo. Nou, dan ga ik dat vervolgens ook weer met het bovenste blad doen. En het mooie aan die witte rand is natuurlijk dat je prima nou die bladeren nog kunt onderscheiden. Omdat je natuurlijk al die hele bloem gaat inkleuren, wordt het soms wat lastig om te zien wat nou bij wat hoort. Maar ja, in dit geval is dat natuurlijk nou nog ideaal omdat die rand wit gekleurd is. Dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker om die tekeningen ja, een goed overzicht te houden over die tekening. Nou, vooral hier aan die rechterkant zie je dat het blad iets donkerder is. Dus hier zet ik ook wel wat meer blauw neer. Dan heb je al een soort van schaduw gecreëerd eigenlijk door die eerste laag alvast vast te zetten. Dat zou je bijvoorbeeld ook al hier in het midden kunnen doen. Hier is namelijk ook echt wel wat donkerder. En dat doe je dus door veel laagjes aan te brengen. En door vooral niet al te hard op je potlood te duwen. Want hoe harder je op het potlood duwt, hoe sneller je die lagen van dat papier op elkaar perst, waardoor het dus geen pigment meer opneemt. Even kijken, dan ga ik natuurlijk dat linkerblad, het allerachterste blad, nog even doen. En ook daar zie ik een beetje die schaduw achter dat ene blad vandaan komen. Dus ik zet die ook wat meer aan. En ik ga ook over dat witte heen natuurlijk om dat wat zachter te maken. Nou, dan heb ik die bloem een eerste laag blauw gegeven. Dan ga ik eigenlijk eerst even kijken waar precies die schaduw zit. Kijk bij dat achterste blad en
dat blad helemaal linksachter heb ik dat natuurlijk al gedaan. Dus dat is helemaal prima. Overigens zie ik dat hier ook nog een beetje schaduw moet komen aan de bovenkant. Dus dat ga ik dan ook meteen even aanzetten. En dan ga ik eigenlijk dus bij die overige drie blaadjes nog even kijken waar moet schaduw komen. Nou, natuurlijk bij dat onderste blad helemaal aan de linkerkant. Dus daar komt gewoon nog een extra laag. En je ziet dus schaduwwerking tegen die witte gedeeltes aan, tegen die pieken zeg maar aan. Dus daar wil ik nog een beetje meer kleur van dat blauw neerzetten. Zodat als we er zo meteen met paars of met een andere kleur blauw overheen gaan, ja, die schaduw heel goed te zien is. Zo heb je bijvoorbeeld hier die streep wat we hadden doorgetrokken. Nou, die komt op mijn referentietekening ook vrij door tot aan het einde. En dat ga ik nog een paar keer doen hier en daar, door die streep iets meer door te trekken. Dan heb je al een beetje dat structuur in dat blad gecreëerd. Nou, dan ga ik hier bij het linkerblad verder. Ook daar zie ik hier aan de onderkant wat schaduw. En natuurlijk weer rondom die pieken. Ik merk dat mijn potlood trouwens op dit papier best wel snel al bot raakt. Dus ik denk dat ik zo meteen heel even de slijper erbij moet pakken. Want het werkt natuurlijk het allerbeste om gewoon lekker te kleuren met een spitse punt. Maar dat doe ik dan als het echt nodig is. Even kijken. Eerst die schaduw erop krijgen. En hierboven bij dat blad zit natuurlijk ook aan de bovenkant wat schaduw, zie ik bij mijn foto of bij mijn tekening. Dus daar zet ik ook al een beetje meer kleur. Ik zie dat ik heel de tijd zo rechts uit beeld ga. Even een beetje opletten, zo. Nou, dan ga ik verder met het rechterblad. En ook dat rechterblad heeft aan de linkerkant schaduw, dus daar zet ik die kleur wat meer aan. En ook nu ga ik dus een beetje die strepende bewegingen maken. En sommige gaan dus echt door tot aan het uiteinde, zeg maar. Nou, dit blad heeft ook net wat meer schaduw aan de bovenkant hier en daar. Dus die ga ik ook wat blauwer tekenen. Zo. En dan missen we eigenlijk nog één ding. En dat is natuurlijk dat binnenste gedeelte. Eigenlijk die pieken. Ja, en die ga ik dan alvast een beetje aanzetten met deze kleur. En ik maak eigenlijk van die vegende bewegingen. Dus ik zet mijn potlood op papier en ik maak een vegende beweging. Dan heb je eigenlijk een hele directe, felle streep die je wilt creëren om die pieken erin te krijgen. En sommige blijven kort, hè, net als die witte pieken. En sommige zet ik wat verder aan. Ik zorg er wel voor dat dat witte van dat ovaaltje weer duidelijk zichtbaar blijft. Nou, datzelfde doe ik natuurlijk ook aan de andere kant. En draai ook gerust je blaadje om, hè, als je dat makkelijker is met tekenen. Ik doe het voor mezelf nu bewust niet, eigenlijk voor jullie. Zodat jullie het gewoon recht van voren kunnen zien, zeg maar. Maar idealiter ging ik nu ook gewoon lekker draaien om heerlijk rustig je hand te kunnen laten rusten en lekker te kunnen laten tekenen. Zo. Nou, de onderkant nog even. Bij de onderkant moeten we opletten dat we natuurlijk wel nog genoeg geel overhouden voor dat binnenste gedeelte. Dus ik begin eigenlijk even bij dat gedeelte te kleuren. Zodat we wat
het geel, ja, daarover kunnen houden. Het zou zonde zijn als we nu alles dicht gaan kleuren. En dan zet ik vervolgens weer die strepen naar de buitenkant in dat witte gedeelte. Zo. Nou, dan hebben we de eerste twee lagen eigenlijk, de eerste twee kleuren hebben we nu op papier staan. Nou, je zou dit al echt een heel tof viooltje kunnen vinden. Het lijkt nu al een beetje pastel, hè? Ook wel weer heel apart om zo te zien. Net alsof die bladeren hier zo nog een beetje doorzichtig zijn. Dus ik vind het zelf ook heel tof. Maar we gaan toch echt nog wel een paar laagjes aanbrengen. En ik zat zelf te denken, kijk, ik verzin het ook allemaal maar ter plekke, nou ja, verzinnen. Ik zat zelf te denken om over te schakelen naar alvast een donkere paars. Omdat ik nu eigenlijk die schaduwen eigenlijk wat, ja, wat beter op papier wil zetten. Dus ik ga voor de mauve kleur, de 249. En ik ga dus heel voorzichtig die strepen hier bij dat witte ovaaltje, ja, harder aanzetten. En dan zie je meteen wat er gebeurt. Dat die bloem veel meer definitie krijgt. Veel meer structuur. En dan gaat het echt pas leven. En dat ga je meteen ook doen, doortrekken in de schaduwwerkingen aan de buitenkant. Kijk hoe anders het nu al geworden is. Ik vind dat altijd zo tof om te zien wat laagjes kunnen doen bij een tekening. Echt heel leuk. Sommige streepjes zet ik natuurlijk nu ook weer wat langer, want je hebt nou een donkere kleur in je hand, dus je kan nu heel goed zien wat je allemaal aan het doen bent. Dus daar moeten we even ons voordeel uithalen. Nou, dan ga ik vervolgens gewoon heel dun schaduw aanbrengen. Ik ga het niet meteen hard opduwen, want je wil wel nog die zachte overgang creëren. En wellicht wil je nog wel een andere kleur ertussen zetten. Dus ook nu ga ik weer kijken waar moet schaduw en waar mag die blauwe kleur wat meer erdoor komen. Zo. Als ik af en toe trouwens stilval, ik betrap mezelf er ook wel eens op, dan ben ik gewoon heel geconcentreerd. En ja, in mijn element zeggen ze hier altijd, dan ben ik echt heerlijk bezig. En dan val ik heel vaak stil. Ik zal ondertussen ook even kijken, maar in de chat is het ook heerlijk stil. Dat is meestal een goed teken. Dan zijn jullie allemaal lekker bezig. Mocht er dan natuurlijk vragen zijn, dan stel ze gerust. Ik heb een aantal moderators in de chat die ook wel wat kunnen beantwoorden. Zoals bijvoorbeeld Mark net zo te zien Marlies ook geholpen heeft. Heel fijn. Zo. Kijk, en nu zie je dus echt dat blad veel meer knalt dan het blad daarnaast bijvoorbeeld. En dat is ja, de kracht van het gebruiken van allerlei kleuren over elkaar heen. Dit is de 249, de mauve. Het is eigenlijk de donkerste paars die ik had uitgekozen. Overigens, deze kleuren die ik vandaag gebruikt heb, plus nog een andere kleur. Ik dacht nog een andere geeltoon, een 108, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg. Het zijn in ieder geval dezelfde kleuren die ik ga gebruiken tijdens de lessenreeks om deze andere bloemen, zeg maar, te tekenen. Dus wellicht als je ze in huis hebt en je vindt dit nou een onwijs toffe workshop en je wil meer, dan is het natuurlijk altijd,
altijd een tip om eens een kijkje te nemen op mijn webshop, op mijn website. De lessenreeks die start volgende week woensdag om 7:30. Eigenlijk iedere woensdag om 7:30. Het zijn 4 lessen. Als ik dan toch bezig ben, het blad even kan kleuren. Het zijn 4 lessen van een uur met een uitloop van een kwartier meestal. Want zo ben ik dan wel weer, dat ik altijd een beetje uitloop. En dan gaan we dus die overige 3 illustraties tekenen. Ja, je hebt gehoord 4 lessen en maar 3 illustraties. Dat klopt, want sommige illustraties die hebben net wat meer tijd dan een uur nodig. Vandaar dat ik die verdeel over die 3 lessen. Dus, mocht je het leuk vinden, ja, even kijken als we dan toch bezig zijn. Jullie zijn lekker aan het kleuren. Ga ik het even laten zien, waarom niet ook, hè? Even kijken, de website. Kijk, die techniek die gaat toch wel weer goed. Als je dan op mijn webshop of mijn website kijkt, www.vanlian.nl, kun je hier bij shop, kun je live lessen, lessenreeks aanbod aanklikken. En dan zie je de Instagram live lessen staan. Die kun je dan aanschaffen, mocht je het leuk vinden natuurlijk. En dan kun je het lesaccount les.vanlian volgen, want daar worden de lessen op gegeven. Lessen zijn terug te kijken tot en met 19 juni. 19 juni, zo. Dus ja, ruim de tijd om die prachtige bloemen te tekenen. En als ik dan toch nog een klein beetje reclame mag maken. Overigens, wat ik nog even vergeten ben te vermelden. Ik werk met de lessenreeksen met een template. Van iedere bloem krijg je een template. En dan mag je dus van tevoren aan de hand van de template het schets opzetten. Zodat we tijdens de lessen zelf heel mooi die bloemen kunnen gaan kleuren. En ook echt de tijd kunnen nemen om die bloemen te gaan kleuren. Want dat is natuurlijk het allerleukste van die hele tekening. Dus dat. En als je dan nog niet genoeg tijd over hebt. Of nee, als je dan nog niet genoeg hebt van het tekenen van bloemen. Dan heb ik natuurlijk ook nog een hele leuke workshop. Dat is een fysieke workshop. En dat zijn de workshops van Hobbyshop Online. Dus een samenwerking met Hobbyshop Online. Ik ga namelijk een workshop geven 22 april. Dus dat is volgende week zaterdag alweer. Niet deze week, ja, volgende week. In Ede. Dus ik ga het land in bij Frutseltante. Die heeft daar een onwijs toffe atelier waar ik die workshop mag geven. Dus ja, super blij dat dat eindelijk mogelijk gemaakt kan worden. Dus voor de mensen midden in het land, kom gezellig even kijken. Als je op de link hier klikt, dan kom je vanzelf, ja, kun je vanzelf zien waar het dan aan te schaffen is bij Hobbyshop Online. En natuurlijk bij Hobbyshop zelf. Het is niet zo goed meer op beeld te zien, maar ook daar zijn nog enkele plekjes beschikbaar. Dus nou ja, mocht je het leuk vinden, ik zou er onwijs blij van worden. Oh, dat was een foutje. Ik moest die knop induwen. Kijk, er gaat toch altijd weer wat fout. Maakt ook niet uit. Zo, nou, tot zover mijn praatje. Overigens, mocht je het leuk vinden om mij live dus te ontmoeten tijdens zo'n workshop. Ontzettend leuk als je mee zou willen doen. Bij de workshop in Ede zijn nog maar 2 plekjes beschikbaar. Dus ik denk dat je snel moet zijn als je nog mee wil doen. En bij de workshop bij Hobbyshop zijn geloof ik nog 3 plekjes beschikbaar. Dus ook daar gaat het nog krap worden. Dus geef je nog even snel op. Ik zou het onwijs tof vinden om jullie te kunnen zien. Ik ga heel even kijken wat ik hier allemaal zie. Dat staat nog allemaal goed. Zo, even kijken. Wat zegt Thea? Zegt helaas te glad papier, maar zeker een goede oefening. Ah, dat is wel jammer, glad papier. Dus vandaar dat ik een beetje dat recycled papier gepakt heb. Er zit toch een klein beetje structuur in. En glad papier gaat het blenden, het aanbrengen van laagjes natuurlijk net wat lastiger. Het is wel mogelijk, maar dan vaker met meerdere dunne laagjes dan echt dat harde duwen. Even kijken. Ja, Aniek en Annemijn volgens mij allebei, als ik het goed heb, komen naar de workshop, hè? Onwijs leuk. Echt zo leuk. Heel veel zin in. Maar goed, ik ga weer verder met die tekening, want anders dan komt die nooit af, natuurlijk. Nou, dat rechterblad heb ik voor nu gedaan. Ik ga verder met het linkerblad. En ook nu zet ik dus als eerste even die streepjes aan tegen dat ovaaltje.
Zo. Ja, leuk. Oh, Leonie komt ook. Ja, superleuk om je te zien in Sittard. Ja, heel leuk. Echt heel leuk. En Aniek en Annemijn waren de vorige keer ook erbij toen ik de eekhoorn had getekend in Sittard. Ook onwijs tof om jullie daar te zien en te spreken. En dan komen ze nu gewoon weer. Nou, echt. Zo leuk. Ik word er echt onwijs vrolijk van. Het is ook echt een dag, of allebei die dagen trouwens. Ik kijk daar zo naar uit dat ik gewoon ja, de komende paar dagen zeg maar gewoon heel slechter van slaap omdat ik er zoveel zin in heb. Dat is echt typisch iets voor mij. Zo, ik ga dus nu weer die donkere kleur aanzetten. Ik ga dus die witte pieken weer wat meer. Ja, wat meer erin zetten. Ik zal overigens straks in de chat aan het einde nog heel even de linkjes in de chat zetten als het me lukt. Misschien dat de moderators het nog wel kunnen doen als ze geen tijd hebben. Maar ja, ik weet van Patricia dat zij waarschijnlijk ook wel aan het meekleuren is. En Mark, het zou zomaar kunnen dat hij aan het gamen is of zo. Dus wie weet. Maar ik zal het in ieder geval straks even in de chat zetten. De linkjes naar de workshops. En het staat sowieso ook in de beschrijving van de video zelf. Zo, dan ga ik de buitenkant van dit bloemetje ook nog een beetje een paars laagje geven. En dan blijft altijd een heel klein beetje ruimte, eigenlijk wit ruimte zeg maar over. Waar we zo meteen dus weer met een beetje blauw en wat lichtpaars wat meer contrast gaan aangeven. Ja, leuk Wendy. Ontzettend leuk om jou ook te zien. Super. Big smile van oor tot oor hier. Zo. Nou, ik ga even voor het gemak bovenaan verder. Want ik zie dat mijn handschoenen behoorlijk gekleurd zijn voordat het dadelijk uit gaat smeren. Dus ik ga even hier alvast beginnen. Nou, ik zet natuurlijk die schaduw wat donkerder aan. Want daar is die ook gewoon. Eenmaal lekker donker. En ik probeer dus steeds weer met die structuur van die bloem mee te kleuren. Zo. Nou, dan ga ik kijken naar het bovenste blad. Daar zit natuurlijk heel veel schaduw vanuit de onderkant. En dat gaat helemaal tot aan dat rondje, zeg maar. Dus ik zet er echt mijn potlood tussen die twee witte lijntjes heen. Zodat je echt dat hele donkere gedeelte in het midden gaat zien. Oh ja, dat is ook heel leuk, Esther, om het op pastelmat nog een keer te proberen. Dan zul je echt al heel ander resultaat zien. Ik teken zelf ook echt graag op pastelmat. Denk een van mijn favoriete papieren voor kleurpotlood en natuurlijk voor pastel. Oh jee, Anita, was je het vergeten? Kan gebeuren. Anita is ook altijd wel aanwezig bij mijn lives en mijn lessenreeksen. En als ze niet aanwezig is, dan kijkt ze terug. Want ze draait geloof ik ook nachtdiensten. Dus nou, Anita kon altijd even gedag zeggen. Zo leuk. Onwijs tof om ook dezelfde namen steeds terug te zien. Echt. Ja, heel leuk.
Nou, ik had al een workshopoverzicht online gezet van de workshops die gaan komen. Een paar workshopvideo's ook nog die gaan komen op YouTube. Dus als je me nog niet, als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, zou ik het zeker even doen, want er komt nog heel wat leuks aan. En nou ja, ik heb natuurlijk ook al gebrainstormd over mijn volgende lessenreeks. Ook daar ben ik inmiddels alweer een tijdje mee bezig. En nou ja, ik had in mijn overzicht in ieder geval al verklapt dat het ging zijn met de aquarelpotloden. Ik heb dus nieuwe aquarelpotloden aangeschaft. En ik kan niet wachten om ze te gaan gebruiken. Kennen jullie dat gevoel? Nieuwe materialen aanschaffen en gewoon op het randje, op het puntje van je stoel gaan zitten. Omdat je nog heel even moet wachten voordat je ze kan gaan gebruiken. Oh, zo lastig. Even kijken. Nou, dat onderste blad ga ik natuurlijk ook nog even lekker aanzetten. Daar waar die schaduwen aanwezig zijn. En die pieken ga ik dus in dat wit weer terug laten komen. Door hier en daar die streepjes door te trekken, zeg maar. Je ziet mij ook constant met mijn potlood bewegen. Hè. Dat is natuurlijk ook voor een reden. Het is niet omdat ik een of andere tik heb. Maar alhoewel, als ik soms mijn video's terugkijk met editen, dan denk ik, joh, wat ben je allemaal aan het doen? Maar ik ben constant mijn potlood aan het draaien om die scherpe rand, zeg maar, van die punt te pakken. Omdat mijn punt natuurlijk ook al wat botter begint te raken, ben ik eigenlijk constant aan het draaien met dat potlood om, ja, om weer een scherpe rand eraan te krijgen. Dan voorkom je dus eigenlijk dat je een hele vlakke kant gaat creëren of een stompe kant. Zo, nou dat onderste blad is vrij donker, dus ik zet hem ook aan de onderkant wat donkerder aan. En natuurlijk aan de rechterkant nog wat meer schaduw. Want daar zit ook gewoon wat meer contrast. Zo, dan hebben we dit blad ook bijna erop zitten. Natuurlijk moeten we wel zo meteen even dat midden nog erbij pakken. Want het ziet een beetje gek uit dat de rest van die pieken wel lekker donker gekleurd is. En dat onderste blad natuurlijk niet. Zo, dus dat ga ik nu even doen. Even de goede scherpe kant pakken. En dan zie ik dat bijvoorbeeld dat donkere helemaal naar dat ovaaltje toe gaat. Dus dat ga ik nu ook doen. En vanuit daar ga ik dus die pieken creëren. En die trek ik natuurlijk weer helemaal door in het wit. Om ook daar die pieken aan de andere kant weer te krijgen. Zo. Nou zie ik dat hier bij dat rondje, dat daar nog een beetje donker achterdoor komt. Dus ook daar ga ik even met paars bovenin langs. Zo. Dan heb je net dat rondje wat meer benadrukt. Dan zie je dat daar ook wat schaduw in zit. Goed, nou we hebben nu natuurlijk hele mooie paarse laag aangebracht. Nou lijkt het weer een heel gek bloempje als je kijkt naar mijn foto en naar de tekening die ik eerder gemaakt heb. Dus ik ga nu met een blauwe kleur, in dit geval de Ultramarine de 120, ga ik weer een nieuwe laag aanbrengen. En dat is eigenlijk een beetje een menging van
het paars en die lichte kleur blauw die ik al had. En ik ga dus hier en daar weer strepend die kleur blauw aangeven. En ik zorg dus eigenlijk dat er toch nog wat van het originele onderkleurtje, dus dat papier wat er doorheen komt, nog te zien is. Want dat wil ik zo meteen nog opvullen met die lichte kleur blauw. Maar dan ga je in ieder geval al wat meer een koelere kleur creëren. En hoe meer kleuren je natuurlijk aanzet, hoe speelser eigenlijk die bloem wordt, maar ook hoe prettiger om na te kijken. En een bloem is niet altijd maar één kleur. Het zijn altijd, dus altijd een wisselwerking van meerdere kleuren. En dat probeer ik dus eigenlijk ook in mijn tekeningen terug te laten komen. Nou, doordat je dus nu een donkere kleur blauw neerzet, zie je dus ook dat die schaduw, dat effect van de schaduw wat we gecreëerd hadden, eigenlijk weer weggaat. Logisch ook, want je brengt weer een donkere kleur aan, waardoor die schaduw wat matter wordt. Is natuurlijk helemaal niet erg, want we gaan hierna toch nog een laagje donker aanbrengen. Even kijken, bij het bovenste blad is het natuurlijk wel zo dat er heel veel licht te zien is. Dus ik ga eigenlijk met deze blauw maar op enkele plekken die kleur aanbrengen. Want de rest ga ik gewoon lekker met een lichte kleur blauw doen. Zodat je ook echt dat lichtere erin terug ziet komen, zeg maar. Ja, klopt, Henriette. Gelukkig zijn geen twee bloemen hetzelfde. En maar goed ook, want het is nooit makkelijk om een precies dezelfde bloem, zeg maar, te creëren of na te tekenen. Dat werkt nooit. Nou ja, nooit is natuurlijk niet waar, want je kan ook met bepaalde technieken echt heel realistisch tekenen. En kan het zelf ook, maar ja, dat is niet heel makkelijk. Zo. Nou, omdat ik natuurlijk met die lichte kleur nog heel even aan de slag wil, pak ik die nu even erbij. Dat is de Light Ultramarine. Ik ga hem wel even een beetje slijpen, want ik wil een spitse punt. Het gaat even geluid maken. Ik heb zo'n fijne puntenslijper van Dalen. Ik weet niet of jullie ze kennen. Maar die maakt echt onwijs scherpe, de meest scherpe punten op een potlood. Super fijn. Echt heel fijn. In ieder geval met die lichte kleur ga ik vooral in het bovenste blad wat lichtere kleur aanzetten. En je ziet, ik laat toch nog het originele papier er doorheen komen. Want de rest ga ik zo meteen opvullen met wit. En dan zul je dus zien dat die tekening, of dat blad zeg maar, veel meer oplicht dan de rest van die tekening. Wat natuurlijk ook de bedoeling is, hè? Want die referentietekening heeft dat ook. Nou, datzelfde ga ik ook doen bij de lichte gedeeltes in die bloemblaadjes, in die andere bloemblaadjes. En dat is eigenlijk vooral hier aan de bovenkant. En ook hier laat ik dus her en der wat plek over voor wit zo meteen toe te passen. Nou, linkerblaadje ook. En ook het bovenste blaadje helemaal achterdoor. Mag nog wat lichtere kleur krijgen. En natuurlijk het onderste blad. Niet vergeten. Ook die moeten we nog een heel klein beetje aanzetten. Zo. Nou, dan pak ik voor nu het wit even erbij. Ik ga weer even slijpen, want ook mijn wit was aardig hot.
vanmiddag mijn zoon aan het werk gezet voor deze workshop. Ik zeg, jij mag nou eens even al mijn potloden gaan slijpen die ik nodig heb. Nou, je had eigenlijk zijn gezicht moeten zien. Hij is dan zo blij om te zien dat hij mag helpen en dat hij aan mijn materialen mag zitten. Iedere keer als ik nou die slijper pak, dan moet ik aan dat moment terugdenken. Zo leuk. Even kijken, dat wit ga ik dus toepassen aan dat buitenste blad, helemaal achterdoor. En je ziet het al, je ziet het eigenlijk al gebeuren. Hè? Ik ga best wel wat dikker op dat potlood duwen. En ik ga proberen die kleuren met elkaar te blenden. En dan kijk wat een zachte structuur je dan gaat creëren in dat bloemblaadje. En dat is echt... Ja, dat maakt het denk ik in dit geval bij dit bloemblaadje dan meteen af. Ik doe het trouwens niet over het hele blad. Want je wil natuurlijk wel die schaduw erin laten. Vooral dus die schaduw aan de onderkant. Maar die gaan we wel dadelijk nog even aanzetten met een donkere kleur. Je zult het waarschijnlijk ook wel kunnen horen. Dat ik behoorlijk aan het krassen ben. Maar ik wil echt dat die kleuren... wat lichter worden. Dat zie je nu ook op papier. Het is echt onwijs tof om te zien. Zo leuk. Ik kan zelf zo enthousiast worden van het ontstaan van zo'n bloem. Echt heel leuk. Nou, dan ga ik dat vervolgens ook doen bij dat kleine blaadje helemaal achterin. Want daar zie ik op mijn referentietekening ook her en der wat wit terugkomen. Dus ook dat gaan we nog even wat meer aanzetten. Zo. Ja, en dan ga ik dus eigenlijk de rest van de blaadjes ook aanzetten. Daar waar dus licht nog moet, waar wat meer highlights zitten, zeg maar. Ga ik met wit ook highlights erin terug laten komen. En doordat je hier dus die openingen hebt gelaten, gaan die highlights op dat gebied, zeg maar, veel meer eruit springen dan bijvoorbeeld over de rest van het bloemblaadje. En dat is natuurlijk, ja... wat we ook wilden creëren. En soms trek ik die highlight helemaal door naar het midden. Hè. Dat is net eigenlijk zoals we dat met die schaduw ook gedaan hebben. Zo. Nou, dat ga ik met het linkerblad ook doen. Even een lastige houding om zo te tekenen, maar we moeten het ermee doen. Zo. Nou, dan zijn we toch al een heel eind gekomen inmiddels. Hij is nog niet af, maar we zijn wel al op de goede weg. Ik ga het onderste blad ook nog heel even meepakken. En dan zul je zien dat we ook nog niet eens alle kleuren hoeven te gebruiken die ik van tevoren klaargelegd heb. Kan natuurlijk wel. Je kan altijd nog her en der wat extra kleuren aangeven. Wat je zelf mooi vindt natuurlijk. Vooral heel benieuwd naar wat jullie zo meteen allemaal gemaakt hebben. Ja, trouwens, even kijken. Ik had zo'n leuke social media knop. Kijk, hij doet het. Nou, ik ben er toch een partij trots op dat ik dat gemaakt heb. Jongen, het gaat nog echt eens wat worden. Mocht je het leuk vinden om mij te volgen als je het nog niet doet. Nou, dan zijn dit mijn social media accounts. Schrijf ze snel op. Nou, als je me intypt op Google, zul je het vast en zeker ook wel vinden. Zo. Nou, omdat we wit vast hebben, ga ik met wit natuurlijk nog heel even die ovaaltjes langs. Nog even een kleine finishing touch. En natuurlijk die witte pieken wil ik nog heel even wat feller aanzetten. Lekker hard op dat potlood duwen om die laatste strepen erop te zetten van het wit. Zo.
dan hier aan de onderkant ook meteen. Zo. Even kijken. Ik wil donker aan gaan brengen. Een donkere kleur om die schaduw erin te zetten. Want als je kijkt naar de tekening wat ik eerst gemaakt heb en naar de tekening wat we nu gemaakt hebben, dan mis ik vooral in de voorste bladeren nog wat contrast. En dat gaan we creëren door meer schaduw. Dus ik ga die Indentrine Blue pakken, de 247. En ik ga puur en alleen die schaduw aanzetten. Kun je ook doen met die paarse kleur wat we al hadden, die mauve. Ook helemaal prima. Maar ik dacht, laten we een beetje een andere kleur ertussen zetten. Nou, helemaal goed Marlies. Een hele fijne avond nog. Superleuk dat je even was komen kijken. Vooral die pieken in het midden, hè, mag je best wel wat meer aanzetten. En als je zo meteen echt die pieken nog wat donkerder wil aanzetten, dan kun je natuurlijk nog wat zwart gebruiken. Maar daar moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want zwart is ook meteen heel zwart, hè. Zwart zie je altijd en snel en weinig ongedaan te maken. Ja, Virgilia, het is inderdaad heel veel geduld opbrengen. Laagjes blijven maken. En niet te snel stoppen. Ja. Vooral niet te snel stoppen. Dat is wel echt het ding. Ik heb ook heel vaak, nu niet meer, omdat ik inmiddels wel weet hoe ik die techniek moet toepassen. Maar ik heb ook in het begin heel vaak zoiets gehad van, oh man, dit wordt helemaal niks. Dus dan gooide ik het weg of ik stopte het weg. Maar nee. Niet te snel stoppen. En als je het beu bent en je ziet het niet meer zitten, leg het aan de kant voor een dag of twee of wat dan ook. En dan kijk je er volgende keer weer met een frisse blik naar en dan zie je meteen, tenminste ik heb dat, ik zie dan meteen wat wel of niet goed is en wat beter kan. En dat werkt echt. En als je echt realistisch wilt tekenen, dat is in dit geval ook wel zo, maar als je bijvoorbeeld met portretten bezig bent, fotorealistisch portretten, dan is het altijd een hele goede tip om je werkje in spiegelbeeld bijvoorbeeld eens te bekijken. Want je brein zegt heel vaak iets anders dan wat je daadwerkelijk ziet. En het kijken in een spiegelbeeld zorgt ervoor dat je dus ja, dat brein een beetje voor de gek houdt, zeg maar. Waardoor je dus eigenlijk veel beter kan zien wat nou precies fout zit. Tip van Flip. Even kijken. Nou, dat linkerblad heb ik ook gedaan. Dan ga ik die pieken weer erin zetten. Vooral die mogen best wel wat harder aangezet worden. Omdat die natuurlijk de kern zijn van die hele bloem. En die zullen dus ook het meest in de schaduw vallen. Vooral bij het onderste blad hier. Dus die gaan we echt een beetje meer aanzetten. Ja, Cara, dat is inderdaad een hele goede tip. Foto maken van je werk en dan die naast je werk leggen om te kijken. Ja, ook een hele goede. Zo. En dan hier nog een heel klein beetje schaduw aanzetten. En dan is die schaduw in ieder geval al een stukje beter zichtbaar. Kijk, en zo kun je nog uren doorgaan. Maar ook echt uren doorgaan. Ik denk dat ik op het viooltje ook wel een uurtje of drie misschien wel gezeten heb. Maar ja, het is ook gewoon zo leuk om te doen. Zo. En dan natuurlijk hier in het midden nog even wat donker aanzetten, want daar zit die schaduw heel erg. Omdat daar natuurlijk die bladeren voorkomen. Dus dat midden en hier aan de zijkant ga
ga ik wat meer schaduw aanbrengen. Zo. Hier ook. En dan wil ik eigenlijk nog met een kleur blauw, die lichte kleur blauw, de Light Ultramarine, de 140, even die randen van ieder bloemblaadje wat netter maken. Omdat het nu een beetje rommelig uitziet. En dan vermijd ik dus echt die witte gedeeltes, die wat ik wit gelaten heb. Ik wil wel een beetje een scherpe rand, zeg maar, creëren, zodat je niet zo'n wazig randje ziet. Zo. En ik pak daar bewust dus die basiskleur voor. Zodat, ja, die past natuurlijk overal bij. En dan die alle witte randen kun je dan nog een keer extra aanzetten met wit. Hier en daar. Zo. En dan wil ik eigenlijk gaan beginnen aan het middelste gedeelte. En dat is niet zo heel moeilijk. Ik ga hem als eerste een gele kleur geven. Ik kleur hem eigenlijk dus helemaal in met de geel. De Light Cadmium Yellow 105. En geel is dus het eerste basislaagje. Let op dat je niet te veel in die donkere gedeeltes ermee gaat kleuren. Want omdat het al een beetje een paarsige ondertoon heeft, kun je dus een bruin gaan creëren in dat middelste gedeelte. Want geel en paars wordt samen bruin. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want dan krijg je een heel ander bloemetje wat misschien al een beetje verdord raakt. En dat is natuurlijk niet zo heel mooi. Maar goed, even kijken. Dan pak ik de Pink Carmine, de 127. En ik ga in dat geel een beetje kleur aanbrengen door vanuit die pieken naar binnen te tekenen. Dan wordt dat gele wat warmer. En dat doe ik ook bijvoorbeeld bij die schaduw helemaal bovenin. Zo. En voor dat allergroene gedeelte, dus eigenlijk dat rondje zelf, maak ik met de, even kijken, de Juniper Green, de 165 is dat, maak ik een heel klein beetje die kleurnuance in dat gedeelte. En dan hebben we dat gedeelte ook al op papier staan. Dan wil ik nog met zwart aan de gang om die pieken in het midden iets feller aan te zetten. Zo. En af en toe zie ik dus ook dat ik een beetje in dat ovaaltje ga tekenen. En dat is ook juist de bedoeling. Want dat is een beetje zo'n zacht structuurtje, een beetje een pluizig structuurtje op die referentiefoto. Vandaar dat ik dat ook heb geprobeerd te tekenen in mijn tekening. Door daar dus een beetje nog, ja, met zwart in te gaan, creëer je dat effect ook. Nou, je kan zeggen met zwart nog die hele tekening af te gaan voor die schaduw aan te brengen. Ik geef vaak de voorkeur om dat te doen met donkere kleuren potloden, behalve dus het zwart. Omdat zwart op kleur heel vaak een grauwe, grijze gloed gaat geven. Wat ik zelf dan minder mooi vind bij bijvoorbeeld tekenen van bloemen. Omdat dat toch iets van de natuur is. Wat eigenlijk altijd wel heel mooi is. Kies ik vaak voor schaduw aan te brengen, dus met donkere kleuren. Behalve de zwart. Nou, in dit geval, in dat allerbinnenste gedeelte, pak ik wel het zwart erbij. Omdat dan natuurlijk wel ook echt die schaduw knalt. Vandaar dus het zwart. En dan als allerlaatste nog even die mauve erbij pakken. De 249. Want ik wil hier en daar die schaduw nog een beetje aanzetten. Heel klein beetje nog. En dan zit de tekening alweer bijna erop. En dan is het ook alweer bijna 9 uur. Dan zijn we 1,5 uur aan de slag geweest. Kijk, en dan kun je dus wel zien dat zo'n tekening best wel veel tijd in beslag neemt. Waardoor het dus ook wel slim is dat ik voor die lessenreeks ervoor gekozen heb om 3 illustraties te maken in 4 lessen. Want je hebt gewoon echt die tijd nodig om die tekening
in te kleuren. Tenminste, als je het resultaat wil bereiken zoals we dat nu bereikt hebben. Je kan het natuurlijk ook met mindere laagjes doen, maar dan wordt die toch niet zo mooi als nu. En wat dat betreft wil ik wel ook de kwaliteit bieden die ik jullie kan bieden. Dus dan ga ik liever voor een bloem minder en meer tijd voor de rest. Zo, nou, het laatste blaadje nog even. En dan zit het viooltje alweer erop. En dan ben ik heel benieuwd, zo, heel benieuwd naar wat jullie ervan vonden. Nou, als ik nu naar de referentiefoto kijk, of de referentietekening noem ik het even, en naar de tekening die we nu gemaakt hebben, dan vind ik deze toch wel veel meer knallen dan die andere tekening. Leuk om te zien hoe die verschillen zo goed zichtbaar zijn, zeg maar. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Was het een beetje te doen? Het zal best wel een tempo zijn geweest, hè, voor sommigen. Ik ga even een slokje water pakken. Zo. Nou, er zijn in ieder geval nog heel veel mensen aan het kijken nog steeds. Onwijs tof, echt heel leuk. Jullie zijn ook zo rustig in de chat, hè? Ja, echt mooi geworden was me alleen nooit gelukt, Ellen. Oh, dat is, ja, ik vind dat zo leuk om te horen. En dat, ja, dat vind ik echt heel leuk om te horen. Dat het met hulp van mijn, met mijn ervaring en kennis, dat het gewoon gelukt is. Ook hier gelukt. Nou, leuk. Erg leuk weer. Waar zou jij een stengel laten uitkomen? Poeh, goede vraag. Kan ik niet beantwoorden. Nee, dan zou ik echt even die referentiefoto, ja, een referentiefoto moeten gaan kijken. Want vanuit hier kan ik niet echt zeggen. Even kijken hoor. Ik ga gewoon even zoeken. Oh, inmiddels begint de onweer weer te komen. Gezellig. Oh, wacht. Ik heb een referentiefoto. Even kijken hoor. Nou, vanuit de foto's gezien op internet komt die stengel eigenlijk gewoon van beneden. Dus als je hem zou gaan tekenen, ga het even doen zoals ik het net op de foto zie. Dan ga je dus kijken naar dat middelste gedeelte, hè, dus naar dat rondje. En dat trek je dus eigenlijk naar beneden. En dat stengeltje is dus ook ongeveer zo breed als dat rondje is. Dus dat zou ongeveer zo uitkomen. En dan kun je hem dus een egale kleur geven. En met donkergroen breng je dan de schaduw aan. Vooral aan de bovenkant, maar ook even aan de zijkant. Ga ik nog even verder. En die schaduw kun je dus weer, of die highlights kun je dan weer wat opfrissen met geel. En zo kun je weer een heel mooi bloemetje creëren. Maar goed, dan gaan we weer helemaal verder met de tekening. Ik ga even kijken wat jullie allemaal vertelden nog. Even kijken. Superieur, flinke uitdaging, maar weer wat geleerd. Ja, super tof, Suzanne. Leuk, hè? Nog lang niet klaar, maar ik vond het een ontzettend leuke les. Heel fijn weer met potloden. Ja, het blijft ook een van mijn favorieten, absoluut. Ja, het is wel altijd doorwerken, inderdaad. Geen tijd om een slokje water tussendoor te drinken zelfs. Ah ja, ik ben heel benieuwd naar je tekeningen, Thea, als je hem met ander papier gaat maken. Het is wel jammer dat het nu met de laagjes maken wat minder makkelijk ging. Ik verbaas me iedere keer weer over hoeveel kleur je kunt blijven toevoegen. Ja, als je heel veel laagjes wil toevoegen, dan altijd ervoor zorgen lekker dunne laagjes steeds te kleuren. Want dan kun je eigenlijk zoveel meer dan je eigenlijk van kinds af aan gewend bent met het kleuren van potloden. Hè? Ging af en toe snel, maar ben blij met het resultaat. Ja, sorry. Soms moet ik echt even op de rem trappen. Maar volgende keer ook gerust even zeggen als ik even stil moet zijn of even rustig aan moet doen. Kun je gerust zeggen. Lekker tempo. Oké. Nou, oh, leuk om te lezen allemaal. Blij met het resultaat. Enorme beginner met kleurpotloden. Nou,
ontzettend tof. Ik ga nog één keer even mijn, mijn social media in beeld laten zien. Fleur, nog nooit zo mooi geworden. Groetjes Fleur, 10 jaar. Nou Fleur, ik ben heel benieuwd naar jouw tekening hoor. Laat het maar zien. Echt, zo leuk om te lezen. Nou, je ziet nog een keer mijn social media in beeld. Je kunt me taggen @van.lian. En als je het nou leuk vindt om elkaars werkjes te kunnen zien, kun je nog altijd de hashtag lesvanlian onder je werkje posten. Want dan kun je op die hashtag zoeken en dan zie je alle resultaten. Dus dan kun je bijvoorbeeld heel Instagram volgooien met allemaal mooie viooltjes. Dat zou het gewoon wijs tof zijn. En hopelijk gaat het weer dan ook een keer een beetje lekker warm worden en het zonnetje gaan schijnen. Het zou heel tof zijn. Ja, Esther, pastelmat, zeker een tip. Absoluut de moeite waard om uit te proberen. Achtergrondgeluiden niet te horen, nou fijn. Hoef ik me daar de volgende keer ook niet meer druk om te maken. Nou, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor het meedoen vandaag. En mocht je natuurlijk zin hebben om die andere, andere bloemen te gaan tekenen of die roos workshop te gaan volgen, je kunt het allemaal op mijn website terugvinden op www.vanlian.nl. De lessenreeks start volgende week om 7:30 op woensdag. Je kunt je nog aanmelden, dus nou, wie weet smaakte dit wel naar meer. In ieder geval wens ik jullie alvast een hele fijne avond. En ik zal nog heel even in de reacties zometeen tijdens de outro, zo noemen ze dat, heel even de linkjes zetten naar, naar de workshops. Dan kunnen jullie daar in ieder geval de workshops nog terugvinden. Nou, bedankt dat jullie er allemaal waren. Onwijs tof. En dan wil ik jullie fijne avond wensen. En dan tot de volgende keer weer. Doei doei!